ook de bibliotheken hadden te maken met strenge coronamaatregelen. We zijn een kijkje gaan nemen in de bibliotheek van Heidhuizen om te zien wat ze daar allemaal hebben moeten doen om coronavriendelijk de klanten te kunnen ontvangen. Welke coronamaatregelen hebben jullie hier in de bibliotheek toegepast? Wij hebben allemaal pijlen door de hele vestiging gezet om een looproute aan te geven. We hebben 12 mandjes klaarstaan voor de klanten. En zo gauw als die mandjes op zijn, dan mag er dus niemand meer binnenkomen. Want dan zijn er, dat is het maximale aantal mensen die binnen mogen zijn. Iedereen die binnenkomt moet handschoenen aandoen en als ze iets uit willen zoeken een mandje meenemen. Want ja, aan de hand daarvan kunnen wij zien zoveel mensen zijn er binnen. De mensen mogen alleen boeken inleveren en uitzoeken. Ze mogen geen gebruik meer maken van computers. Ze mogen niet meer aan de leestafel gaan zitten om iets te lezen. Het is de bedoeling dat ze zo kort mogelijk binnen zijn. We kregen dus het bericht dat we vanaf 15 maart niet meer open mochten zijn in verband met de coronacrisis. We zijn dus inderdaad een aantal weken overal gesloten geweest. Hebben wij de zogenaamde afhaalbiep geïntroduceerd. Daar konden leden pakketten, verrassingspakketten bestellen die wij dan samenstelden. En die konden dan in de bibliotheek wel opgehaald worden. Maar verder was er helemaal geen uitlenen of innemen, was helemaal niks mogelijk. En waarom hebben jullie gekozen voor verrassingspakketten? Ja, omdat mensen zelf niet, leden zelf niet kunnen uitzoeken. En wij keken dan in hun abonnement, hun gegevens, wat voor soort boeken dat zij lazen. Konden ook aangeven, ik wil graag spannende boeken of ik wil graag streekromans. En dan keken wij, heeft mevrouw of meneer dit boek al gelezen? En dan stelden wij zo'n pakket samen. Dus dat digitaal bestellen, dat ging niet? Online reservering kon ook nog. Alleen als alle bibliotheken, al die kleine vestigingen dicht zijn, dan kun je daar geen boeken uitleveren. Werd er ook veel gebruik van gemaakt? Ja, we hebben hier in Leudal ongeveer 140 pakketten samengesteld in die paar weken. Is dat veel? Dat is redelijk veel. In Weert is het uiteraard veel meer geweest, omdat dat gewoon een groter gebied is. Wat wij ook hadden, was voor de 665-plussers leden die wij hebben. Die hebben allemaal een brief gekregen en die konden gebruik maken van een boeken thuis bezorgen. En die dienst die is er nu nog steeds, ook al is de bibliotheek weer open. Bent u blij dat de bibliotheek weer open is? Heel blij. Ik had al wel eens een paar boeken gehaald, maar ik ben heel blij dat ik het weer zelf uit kan zoeken. Want dat was toch wat lastiger anders. Hè? Het is heel fijn dat we weer allemaal kunnen lezen. Leest u ook wel eens e-books? Dat heb ik wel geprobeerd van de bibliotheek, maar dat kreeg ik niet op mijn e-reader gedownload. Maar ik kan wel van de tablet, ook van via de bibliotheek op de tablet lezen. Die nu gratis waren, die boeken, tot 1 juni. Dat heb ik wel gedaan. De e-books, dat zijn mooie oplossingen. Want dan hoef je niet meer fysiek te komen, dus een kwestie van downloaden. Hoe is dat de afgelopen periode gegaan? Nou, dat heeft een grote vlucht genomen. Er zijn echt veel meer e-books gedownload op de landelijke website. Ook luisterboeken zijn heel veel geleend. En we hebben ook de landelijke bibliotheken hebben ook geïntroduceerd, de zogenaamde thuisbiep. Dat zijn 100 boeken die je kunt downloaden. Daar hoef je niet eens lid voor te zijn van de bibliotheek. Dan heb je toch iets om te lezen. Meneer, wat vindt u ervan dat de bibliotheek weer open is? Ik vind het prima. Ik heb 2 maanden eigenlijk niet kunnen lezen. Hè. En dat is toch een lange tijd. Oh, je kunt nog iets wel heren. En is het toch wel beter als je die kind zal doen met je lezen. Hè. En hoeveel boeken leest u zo ongeveer per week? Ik kom meestal om de 3 weken kom ik 2 boeken halen. En dat is, doe ik toch al jaren. Dus. Al meer dan 25 jaar. Dus. Vanwege deze coronaperiode zijn er nogal veel maatregelen. Hè? Ja. Wat vindt u daarvan? Als ik eerlijk moet zeggen, de laatste tijd vind ik het een beetje overdreven af en toe op televisie. Allemaal die gesprekken allemaal. Ik wil ook wel eens gaan op een gegeven moment. Hoogste tijd dat het voorbij is? Ja, dat is voorbij zeker, maar... Ik ben bang dat het nog lang door, eer het gans voorbij is. We zullen toch wel bepaalde maatregelen aan moeten houden, denk ik. Nog een heel puurske. Ben ik bang voor de mensen. En hoe is de opkomst nu? Nou, vorige week was het echt heel erg druk. Het was echt gigantisch. Ook heel erg fijn om te merken dat we wel gemist zijn. Al die en niet vergeten. En dat we niet vergeten zijn.
En nu is het wat rustiger, dus mensen, dat merk je zelf, mensen lopen aan een stuk, lopen mensen binnen, maar het is iets rustiger als vorige week. Ik neem aan dat de openingstijden in de bibliotheken aangepast zijn. Hier in Leudal en ook in Maasgouw zijn we op maandag, woensdag en vrijdagmiddag open van 12 tot 4. In die tijden kunnen mensen boeken inleveren die ze nog thuis hebben. En ze kunnen dan zelf ook nieuwe boeken uitzoeken. We vragen dan om handschoentjes aan te trekken en van een mandje gebruik te maken, zodat we weten hoeveel mensen er binnen zijn. Wat mensen heel veel vragen is of ze boete moeten betalen, omdat wij zo lang gesloten zijn geweest. Uiteraard vragen wij over de gesloten periode geen boetes.